not turning back. Na Tomb Raider en Rise of the Tomb Raider wordt het tijd voor Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Tomb Raider. Het slotstuk van Lara Crofts reboot trilogie. Van Lara. Van Lara. Ja, Lara man, wat een lekker wijf is het geworden. Ik heb er niks mee, maar ik vind het fantastisch. Ik hou van de reboot van Tomb Raider. Ik ben groot fan van de reboot van Tomb Raider. En ik krijg heel veel casuals, zeg maar mensen die niet gamen, die komen er naar me toe. Ja, ik heb de nieuwe Tomb Raider filmmuziek. Ik vond helemaal niks. Want ja, waar is Angelina Jolie met dik tieten? En denk ik, ja, maar dat is fout, want de nieuwe Tomb Raider film is super vet, want die is gebaseerd op de nieuwe games. En dat is een realistische, echte, goede, vette, maar dan wel goed gevormde Lara. Ja, een diepe Lara. Een diepe Lara, kunnen we zeggen. Ja, oké. Dit is Shadow of the Tomb Raider. We hebben natuurlijk Tomb Raider gespeeld, driedubbel uitgespeeld, Definitive Edition, alles. Rise of the Tomb Raider, die borduurde daar mooi op voort, wat er daar allemaal netjes gereboot werd. Nu krijg je Shadow of the Tomb Raider en dan heb je zoiets van, hoe gaan ze de formule van wat ze nu gezet hebben, zeg maar echt afronden? Hoe gaan ze nu zeggen van, dit wordt het meest ultieme deel ooit? Nou, het is het meest ultieme deel ooit, maar ik zal je direct vertellen dat het niet het meest vernieuwende deel ooit is, want dat was natuurlijk het eerste deel. Maar we gaan naar een nieuw gebied, een groot gebied, een heel mooi gebied, namelijk het Amazonegebied van Peru. En dat is ook direct waar, als je de game opstart, tenminste, je speelt eens een proloog in Mexico, dat is heel erg Uncharted, heel erg story-driven. Maar daarna ga je dus naar het Amazonegebied in Peru. Als je zeg maar, die omgeving bekijkt, dan is dat het meest vernieuwende van deze hele nieuwe Tomb Raider. Het is de omgeving waar je in belandt. Je komt echt in de jungle, kleurrijker dan ooit. Okay. En de wildlife, joh. Ik heb nog nooit zo'n levendige jungle gezien als in Shadow of the Tomb Raider. Ik vergeleek het in mijn preview als toen je voor het eerst Far Cry 2 opstartte en nog nooit Afrika in een game had gezien dat moment. Ja. Of als je het gespeeld hebt. Nou, nu ga je voor het eerst zoiets hebben van, ja, maar ja, zo ziet een jungle eruit. In het begin van de game ga je Peter klimmen. Peter, weet dat? Ja, ik weet het nu. Ik wist het al, want ik kijk heel veel Dual Survival op Discovery Channel. Oh, nice. Ik dacht David Attenborough. Cody Levine. En dan op een gegeven moment is het heel hoog klimmen. En dan kom je boven het bladerdek. En dat vergezicht is zo ontzettend awesome. En je ziet van die macakenapen zie je dan rondlopen. Oh, ja, je ziet vogeltjes rondvliegen. Er is superveel leven. Dat is het vooral. Er is veel leven. En je kunt alles natuurlijk ook doden, want je moet jagen. Je moet jagen in de game. Doden kun je gewoon doen voor de leuk, omdat Lara het gewoon lachen vindt. Gewoon macaken kapot schieten. Maar het heeft ook nut, want je kan er bijvoorbeeld verschillende spinnen en torren en zo kun je kapot maken. En daar kun je dan, dat moet jij weer helemaal leuk vinden, psychedelische producten van maken. Nice. Dan kun je stemmen naar omhoog gooien. Trippen op een kikker en zo. Je kan superveel trippen op heel veel diersoorten. Dat is ook nieuw. Tenminste, Lara heeft een hele nieuwe draai gevonden. Ja, Lara heeft zoiets van, ik ga niet meer voor de tombes, nou, ik ga voor de zelfontdekking. Ik wil niet zeggen nieuwe draai, ik wil zeggen zichzelf. Oh, ze heeft zichzelf gevonden. Nee, je kan heel veel dingen gebruiken in de jungle om jouw verschillende stats tijdelijk te verhogen. Dat hebben ze heel tof gedaan. Oké, dus, maar goed, je zit dus in die jungle. Het is, je zegt, tenminste zoals je zeg maar, het plaatje nu schildert, heb ik het idee dat het meest kleurrijke is. Ja. Maar ik heb het idee dat ze in het verhaal juist, ik bedoel, het zit nota bene in een titel, Shadow, ze willen duister gaan, toch? Ze willen een beetje gritty, gewoon nee, Dark Knight Rises. Nee, maar Lara heeft echt heel veel shit te verwerken. In het begin van de game pak jij een artifact, pak jij gewoon, dat doet ze. En daardoor komen er allemaal, hoe heet het? Als er iets ergs gebeurt? Rampen overstromingen. Terreurdaden, wou ik zeggen. Nee, rampen komen er. En daar voelt ze zich natuurlijk heel schuldig over. Ik ga er niks over zeggen, maar daar voelt ze zich heel schuldig over. En het is echt super duister. Echt mensen met lijken onder water en zo. Het is echt heel vet. Oh, dat is trouwens ook wel een nieuw dingetje, hè? Ook het hele onderwater gedeelte, komt weer een beetje terug uit de oude Lara games. Ja, want je kon in de vorige twee delen kon je ook al onder water. Kon je zelfs een regulator vrijspelen. Maar nu is de onderwatergame echt belangrijk. Je moet sommige tempels kun je alleen maar bereiken als je onder water gaat. Zijn onderwater dieren zijn er, murenes en zo. En hoe heet het? Piranha's. Onder water kun je schatten vinden. Dus en dat maakt het heel erg. Dat is heel erg claustrofobische gameplay. Want je hebt natuurlijk niet zo heel veel tijd. Want je moet op tijd weer een luchtgat vinden. Maar er zitten wel allemaal schatten. Je moet je weg vinden. De onderwater gameplay is wel echt relevant geworden in Shadow of the Tomb Raider. Maar ik wil toch het meeste over hebben met je. Over de naamgever van de game. Namelijk Tombs. Tombs. Oh, kijk. Het is een beetje herontdekt in Rise of the Tomb Raider. Ja. Want in de eerste Tomb Raider was het zo van, reboot van Lara. Maar wat zijn er toch weinig van die tombes? Een paar, een beetje verspreid, optionele quests.
In Rise of the Tomb Raider werd het nog groter. Hoe zit het dan met Shadow of the Tomb Raider? Nog meer tombes? Nou, ze hebben gezegd dat er nog meer in zitten. Ze hebben ook gezegd dat er een hele grote hubwereld is waarvan uit je naar allemaal plekken kunt. Dat hebben wij nog niet gezien. We hebben het begin van de eerste 3 uur van de game gespeeld. Dan ben je daar. Als jij zegt hubwereld, dan denk ik heel snel, is dit God of War? Hebben ze dat van God of War afgekeken? Nee, maar Rise had ook al een hubwereld. Ja, oké. Nee, dat hadden ze al zo. Ja. Maar deze hubwereld is heel groot en dan vanaf daar kun je naar allemaal tombes. Die tombes die zijn, ik heb er een aantal gezien, ze zijn ongelooflijk groot in schaal. Ze zijn ontzettend hoog. En dat is het vette. Ze hebben inspiratie gehaald uit de Maya en de Azteekse cultuur. Wat ze doen het na, hè? Dus het is niet allemaal één op één. Van, oh, dat is allemaal echt gebeurd. Nee, dat is niet waar. Maar die rampen ook. Ja. Nee, maar dit doen ze. Ze hebben dat gebruikt als inspiratiebron. Maar je ziet enorme beelden. Je voelt je super. Je voelt je, dat is het. Je voelt je super klein in Shadow of the Tomb Raider. Niet alleen een beetje Shadow of the Colossus. Nice. Maar niet alleen in de jungle, maar ook als je in die tombe zit met enorme statues voor je. En het is allemaal groot. Je kan alles beklimmen. Je hebt wat nieuwe moves. Je kan nu ook echt gewoon abseilen vanuit het niets. Hè? Gewoon in het lucht ledigen. Waardoor je veel meer bewegingsvrijheid hebt. Waardoor puzzels ook weer veel moeilijker worden. Want je hebt heel veel nieuwe opties waar je aan moet denken. Van, oh ja, ik kan ook hier gewoon naar beneden. Hoe zit dat met die replayability? Kom je bijvoorbeeld een keer in een tombe terecht dat je denkt van, ja, maar ik kan dit nog niet, ik zal wel iets van een skill missen of zo? Zitten er dat soort Metroidvania-achtige dingetjes in? Dat je denkt van, oh, ik moet eerst die skill hebben en nu kan ik die puzzel oplossen. Ja, nou, het lijkt heel erg op Metroid, zoals heel veel games, je moet dingen unlocken voordat je verder kan. De tombes zijn niet toegankelijk zonder die skills. Oh, dus okay. Dat zou ik namelijk heel kut vinden als het wel zo was, want dan zit je erin en moet je terug. Ja. Daar hebben we maar zin in. Dus nee, dan kom je er ook gewoon nog niet in. Dus dat zo op zijn team op aangepakt. Game ziet er ongelooflijk mooi uit. Game lijkt heel erg op Uncharted. Heel veel storytelling. Maar pak tombes en een open wereld dat Uncharted veel minder heeft. De 4 een beetje, maar niet vergeleken met dit. Ik vind het ongelooflijk vet weer Shadow of the Tomb Raider. Ik heb zoveel zin in deze game te spelen. Ik heb de eerste 3 uur gespeeld. Ik zat op het puntje van mijn stoel. De eerste 3 uur van begin tot eind. Maar goed, het hele jaar heb ik het al over Shadow of the Tomb Raider. Dat is geen verrassing. Ik vind dat gewoon een hele goede franchise. Ze hebben dit echt heel erg goed opnieuw opgestart. En dit is daar de conclusie van. Of komt er een deel 4? Ik denk niet een deel 4, maar dan rebooten ze hem nog een keer of zo. Ja. Een nieuwe trilogie of zo. Dat zie ik dan wel gebeuren. Maar het is wel duidelijk toch, ik bedoel, er is wel duidelijk gezegd door Crystal Dynamics van we gaan, dit is wel het slotstuk van deze trilogie. Nou, geloof ik niks van. Komt ja, of aan het eind van dit deel blijkt dan dat het maar de helft was, weet je wel. Dat het 3 part 1 is. Ja, of de prequel trilogy is dit. De echte trilogy komt nog. Oh, oké. Okay, nee, ze gaan nog veel meer van deze games maken. Maar ze doen het hartstikke goed, ze zijn hartstikke leuk om te spelen en ze hebben een grote fanbase. En dat is helemaal terecht, want ze hebben echt met liefde Lara weer op de kaart gezet. En dat krijgt een voorlopige conclusie met Shadow of the Tomb Raider. Ik kijk even naar de release datum. Hij komt bij me binnen 14 september aanstaande. Kunnen we er allemaal mee aan de slag op PC, Xbox One. PlayStation 4. Ik wou het overnemen van je, maar je had het al. Het zat helemaal in je hoofd nu. Ja, oké. Peter is hype. Tot snel op gamersnet.nl. Ik hoop dat je genoten hebt van de video preview. Hands-on, de eerste 3 uur van met Lara Croft voor een laatste keer. Maar laatste dan wel tezamen aanstekens. Ik wil één ding zeggen, ik heb echt 1400 woorden geschreven aan de geschreven preview. Ga die ook even lezen. Ja. Check even gamersnet.nl, zoek even Shadow of the Tomb Raider. De laatste preview staat bovenaan. Check even, ik heb zo lang geschreven. Link staat ook in de beschrijving. Dus check dat gewoon eventjes, want dan maak je mij blij. Want ik doe het geschreven woord, vind ik ook leuk. Dus dan vind ik vet. En dan daar staan nog heel veel details in. Er staan details in over een gevecht wat je hebt met een cheetah, jongen. Nou, dat kent ze weer gaan niet. En ik beschrijf het alinea voor alinea. De spanning, de angst in Lara's ogen. Als ze oog in oog staan met een katachtige vanuit. Nou, het is net een vlucht regenwulpen, maar dan iets beter. Oh, oké, hoppatee, doet hij zo. Dus als je Peter schrijfwerk wil zien, klik door op die link. What will I become? We zijn er. Oh, en die telt even het klapje is ook altijd goed. Ik zet hem even op vliegtuigmodus. Off the grid. In mijn bril. Ja, dat is hem. Vliegtuigmodus. Daar is hij. Je bent echt een opa met een iPhone X. Ook zo wegduwen, weet je. Alsof ze de technologie niet vertrouwen. Ga weg. Goed. Right. Kom maar op.